Een dag voor de aankomst bevinden we ons in X2, het kloppend hart van de Joepie. Hier is het hoofdkwartier waar verschillende teams alles in goede banen leiden. Creatievelingen binnen de organisatie kunnen zich uitleven in het CREA-team, dat instaat voor de decoratie van de slotdag. Ja, wij knutselen heel wat materiaal voor op de slotdag. Aangezien de affiche mooi geïllustreerd is met virus. Allemaal virussen hebben we het idee gehad om een virus te maken. Voor op de slotdag dat er iemand in quarant loopt. Het is ook de plek waar aan de joeper gewerkt wordt. Zij zorgen elke dag voor een krantje dat onze stappers onderweg ook wel leesvoer hebben van hoe dat de dag voordien gelopen is op andere tochten of op hun eigen tocht en wat nieuwtjes en zo. Dus ik op de hoogte blijven. Hoe wordt je krant dan verdeeld? We brengen die 's nachts zelf rond. Die wordt 's avonds tegen 11 uur gedrukt. En dan verzamelen we alle krantjes en dan brengen we die zelf rond naar alle slaapdorpen. Ook is er het Yuko-team, de zenuwcel van de organisatie. Yuko is eigenlijk het Yuppie-coördinatieteam. Dus er is een algemeen nummer voor de groepen. Als ze verloren lopen of andere ernstige zaken gebeuren onderweg, dan bellen zij naar ons. Zijn er al problemen geweest tot nu toe? Oh, de meeste problemen, zeker met gisteren, omdat het een warme dag was. Mensen die eigenlijk een zonneslaan had of uitdroging. Dat natuurlijk naast het feit dat er veel groepen verloren zijn gelopen. Eén ding is zeker, morgen wordt een feest.